Ik sta hier met Gerard Stekenburg. Hij heeft de prijs gewonnen voor de beste mobiele innovatie en digitale innovatie. En dat is een gratis roostersysteem. Hoe doet hij dat en wat betekent het? Gerard, wat is Shift Happens? Shift Happens is een gratis roosterapplicatie voor de horeca. En wat doet dat? Ja, eigenlijk alle shit oplossen op en rondom de horeca. Dus het maken van het rooster, maar ook het ruilen, beschikbaarheid. Het is een communicatiesysteem, je kan berichten op en neer sturen, er zit een tijdlijn in. Eigenlijk alles rondom de communicatie van het rooster. Okay. Dus ik kan als employee kan ik heel makkelijk gewoon wisselen met anderen. Ik kan op mijn mobiele telefoon zien wanneer ik opgeroepen moet worden, hoeveel uren ik werk. En ik kan ook wisselen. En ik kan als ondernemer kan ik het heel makkelijk regelen. Nou, ik met alle respect heel knap. Alles in de cloud, oké. En dat is dus, en je zegt ook het is een gratis dienst. Hoe werkt dat? Ja, eigenlijk wat het is. Je gaat naar de App Store of Google Play of naar de Windows en dan haal je hem naar binnen en dan ben je live. Dan zit hij er. That's it. En dan kan ik het maken, het rooster ga ik maken op een iPad of op een PC of kan ik dat ook op mobiel doen? Nee, dat doe je ook mobiel. Eigenlijk alles mobiel? De meesten doen het in Excel. Maken ze hele rooster met uren en vakantiedagen en dat soort dingen. Alleen dan moet die gepubliceerd worden en daar gaat het eigenlijk altijd mis. En daar is dit de ideale oplossing voor. En je businessmodel is gratis. Waar haal jij je geld uit? Nou, uiteindelijk hopen we dat iedereen hiermee gaat werken. En er worden in de horeca ontzettend veel geïnnoveerd. Heel veel mooie nieuwe dingen die beschikbaar zijn voor mensen die werken in de horeca. Maar die bereiken eigenlijk nooit de mensen die werken in de horeca. Uiteindelijk kan à la Facebook, zit er een tijdlijn in en kunnen mensen daar ook al een inspiratie en innovatie op kwijt. Zodat er eindelijk nu een aorta loopt naar dat soort. Oftewel wat je wil zeggen, jij hebt je businessmodel uit adverteren op de timeline. Ja. Hartstikke mooi. www.shift.nl. Oké, en wat doe jij als ondernemer eigenlijk hier nog meer? Ja, een hoop andere initiatieven. Noem er eens een paar. Ik ben ondernemer in Foodstep, Fan Factory, Food Service Network, Shoot My Food, Food Inspiration en PS in Food Service en Improves. En doe je dit alleen of is het een initiatief van meerdere bedrijven? Ik doe het nooit alleen, altijd met anderen. In dit geval met Nostradamus die de software gedaan heeft. En Unilever Food Solutions samen met Daily Excel hebben het idee ondersteund. Oké, dankjewel. Succes!